Amsterdamse fotoatelier werden de kinderpostzegels 1947 geboren. De kinderzegels, die elk jaar weer in de maand december onze aandacht komen vragen voor de misdeelde jeugd van Nederland. Deze kinderen hebben vaak een bijzondere verzorging nodig en die kunnen ze krijgen in de daarvoor bestaande inrichtingen. Ook de lichamelijk gebrekkige kinderen, zoals blinden en doofstommen, kunnen een speciale verpleging krijgen. De toeslag op de kinderpostzegels levert een belangrijke bijdrage tot het instand houden van al deze tehuizen. Maar bedenkt u wel, als één Nederlander 50 kinderzegels van een dubbeltje koopt, dan is de Rijksdaalder toeslag nog maar net genoeg om één kind één dag te helpen. En als 10 Nederlanders ieder 50 zegels van een dubbeltje kopen, dan kunnen er 10 kinderen één dag geholpen worden. Maar zo zijn er niet 1 of 10, zo zijn er tallozen die hulp nodig hebben. En een jaar heeft niet 1, maar 365 dagen.